Suzanne Kuiken, vlak voor het EK, hoe sta je ervoor? Ja, heel goed. Ik heb nu de afgelopen 2 maanden op Papendal getraind. En ja, voor de eerste keer weer op zeeniveau. Dus dan kan ik wat meer snelheid doen. Dus ik begin mezelf, ja, ik begin me nu wel heel snel te voelen. En klaar voor de wedstrijd en de 5 kilometer. Je hebt Femke vlak voor het EK. Hoe sta je ervoor? Ik hoop goed zo'n week voor het EK. Anders dan zou ik toch echt nog even zorgen maken. Ja. Maar ik hoop dat het goed gaat komen volgende week. Met de vorm zit het oké. Dus wellicht gaat er een mooie presentatie in. Ja, gaan we een medaille van jou zien op het EK? Of, Ja, dat moet eigenlijk wel. Als ik geen medaille win, dan ben ik echt super teleurgesteld. En eigenlijk wil ik gewoon goud en gewoon Wilhelmus in Nederland, in Amsterdam. Dat is natuurlijk, ja, daar ga je voor. Maar ja, als het niet lukt, een medaille is echt wel het minimale doel. Nou ja, natuurlijk kom je elke wedstrijd om een PR te springen. En dat is dan ook wel het doel op het EK. Het zou dan wel mooi zijn als ik daarmee de finale haal. Maar goed, dat heb je uiteindelijk ook niet zelf in de hand. Je bent afhankelijk van andere mensen natuurlijk. Dus je gaat ervoor om zelf zo goed mogelijk te springen. En als ik een PR haal, dan zou dat wel heel mooi zijn. Kun je eigenlijk met Nederlanders trainen van jouw niveau? Of moet je dat met buitenland? Nou, het liefst train je met niveau dat iets hoger is. Tenminste, dat vind ik altijd fijn. Een beetje zien waar je naartoe moet. Dan moet je wel naar het buitenland gaan. Dat is wel heel leerzaam altijd. Of als je op trainingsstage bent en er zijn nog andere atleten van het buitenland, dan proberen we wel altijd een beetje met hun mee te trainen en te kijken wat ze allemaal doen om daarvan te leren. Je woont ook op Papendal, heb ik begrepen? Ja, nu even tijdelijk. Ik ben eigenlijk heel veel op trainingsstage, dus ik zit heel veel in het buitenland en ik heb eigenlijk dit jaar voor gekozen om dan niet echt een huis of zeg maar iets te huren, maar om gewoon van trainingsstage naar trainingsstage te reizen. Ja, en Papendal is dan ook weer een trainingsstage, dus dan zit ik niet thuis, maar ja, ook weinig afleidingen en dan kan ik me heel goed op de trainingen focussen. Is het eigenlijk leuk om op Papendal te wonen? Leuk. Het is niet de meest spannende plek, maar het is voor mij wel precies goed om me te focussen op de dingen waar ik op moet focussen. En het is eigenlijk makkelijker om geen nee te hoeven te zeggen tegen allemaal afleidingen. En als ik voor feestjes of wat dan ook word uitgenodigd. Echt gezellig is het niet, hè? Nee, het is niet super gezellig. Maar ik vind het op zich wel interessant om zeg maar, ook andere sporten te zien trainen. Volleybal en handbal en heel veel andere sporten zitten hier ook. Dus dat is wel interessant, maar spannend is het niet. Als Frank en Erik nu zeggen van we willen ook polstokhoog springen worden. Nou, kom een keertje langs. Ja. Dan weet je hoe moeilijk het is. Nee, de eerste keer lijkt het niet op polstokhoog springen. Verre van. En dat duurt wel even. Je moet er een beetje gevoel voor hebben. Maar als ik nou zou zeggen dat het heel moeilijk zou zijn, zou het een beetje raar zijn als je het dan toch in 4 jaar kan leren. Dus het is te doen. Vind je het nog eng eigenlijk, wel eens? Nee, als je het regent, eng vindt. Maar als het regent of zo? Dat kan gevaarlijk zijn, maar ik ben niet zo snel bang voor iets. Dus pas viel ik nog naast de mat en ik ben ook nog steeds niet bang. Kan gebeuren. Ja. Hoort erbij.